Donderdag 2 april 2020. Bezinningsmoment die je wil helpen om je op God te richten. Vandaag door Hans Riemer. We lezen vandaag Psalm 91, vers 9 tot 12. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Ik wilde vroeger graag sportleraar worden. Maar om de sportopleiding te doen, moest je geen zwakke enkels hebben, bijvoorbeeld. Dus ging ik niet op voetbal, want daar word je op je enkels getrapt. En dan kon je fluiten naar je sportleraarschap. Zo probeerde ik een zekerheidje in te bouwen, totdat ik eens tijdens een wandeling over een struik heen sprong, mijn voet op de rand van het trottoir terechtkwam en ik mijn enkelbanden scheurde. Had ik maar een engel gehad die mij daarvoor behoedde. Ondanks dat mijn enkel daarna nog vaker in het verband heeft gezeten, kon ik toch de sportopleiding doen. Ik kan het lijden niet voorblijven. Hoe ik ook probeer, lijden in minder of meerdere mate hoort bij mijn leven. Deze psalm zingt van vertrouwen in tijden van grote nood. Vertrouwen dat God met engelen je zal dragen door de nood heen. Ik hoor de stem die mij thuis roept bij de Vader, die mij zegt dat het daar veilig is. En ik hoor de stem die mij aan het twijfelen brengt. Wat als de plaag je treft? Wat als Gods belofte mij niet redt van ziekte, ellende of de dood? Wat dan? Psalm 91 klinkt veel in deze tijd van de plaag die we coronavirus noemen. Met hoop dat het inderdaad aan je voorbij gaat. Met vragen hoe je dit kunt zingen als het duidelijk is dat de plaag ook gelovigen treft. In de afgelopen weken heb ik een aantal filmpjes voorbij zien komen die ik maar moeilijk kan bekijken. Voorgangers en predikanten die vol overgave beweren dat dit virus echte gelovigen niet zal treffen, omdat zij de plaag met geloof een halt toe hebben geroepen. Waarom kan ik deze filmpjes maar moeilijk bekijken? Er gebeuren twee dingen. Ik kan er niet naar kijken omdat ik geloof dat met zo'n houding de mens het handelen van God aanstuurt. Op ons gelovige gebed moet God wel in actie komen. Ik spreek toch de naam van Jezus uit. Hij zal moeten luisteren.
Het geloof als een vaccin waar het virus mee wordt verslagen. Als tweede komt het aan mijn eigen geloof. Wat geloof ik van hoe God zich beweegt in deze tijd van crisis? Komt God in actie? De kern van Psalm 91, dat God je bewaart voor het kwaad, is dat een lege huls, een losse vlodder, iets wat niet standhoudt in deze realiteit? Deze psalm wordt ook door de duivel geciteerd. Dat vind ik spannend. De duivel die Jezus aan het wankelen en twijfelen probeert te brengen. Hij neemt Jezus mee naar het hoge dak van de tempel en zegt dan, spring maar, er staat toch geschreven, engelen zullen je op handen dragen en je zult je voet niet stoten aan een steen. We lezen dat in Lucas 4, vers 9 tot 12. De duivel wil Jezus aan het twijfelen brengen. Gelooft hij wel in wat God, zijn vader nota bene, zegt? Maar wat zegt Jezus? Er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Van Jezus leer ik om mij niet blind te staren op losse teksten. Hij leert mij dat ik heel de Bijbel op het oog mag hebben. Dat Gods verhaal veel verder strekt dan die losse teksten. Er is meer dan Psalm 91, vers 9 tot 12. Er is de hele psalm. Er is een heel psalmenboek vol van klaagzangen en van roepen naar God. Psalm 91 geeft mij zicht op het hele verhaal van God. Romeinen 8 zegt ergens, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Romeinen 8, vers 18. De Bijbel ontkent geen lijden. Meer nog, als iemand lijden heeft gekend en niet heeft ontlopen, dan is dat Jezus zelf. Psalm 91 bezingt geen leven zonder lijden, maar het bezingt een God die bij mij is, midden in dat lijden. In de nood zal ik bij je zijn, staat verderop in vers 15. Dat is wat ik mag vasthouden. Dat er geen kracht is, geen macht. Geen ellende, geen plaag, geen corona dat mij ten diepste zal treffen. Niet in mijn identiteit, niet in wie ik ben. Omdat ik met wie ik ben, met hart en ziel, verbonden ben aan Jezus Christus. Met hem verbonden weet ik dat de dood geen vat op mij heeft, maar dat ik een woonplaats heb bij de Allerhoogste. Een woonplaats bij de Vader. Dat geloof en dat vertrouwen. Geven mij de moed om te zingen. Het kwaad zal mij niet bereiken, want ik ben een kind van de Vader, een kind van de dag. God, eeuwige Vader, roep mij in uw nabijheid. Als mijn leven aangetast wordt, als mijn hart aan het twijfelen wordt gebracht. Ik zoek uw hand die leven brengt. Ik verlang naar uw aanwezigheid, zodat ik tot rust kom. Zodat ik vol vertrouwen mag zijn. Ook als dit leven mij ontnomen wordt. Stort uw geest uit in mijn leven, zodat ik diep van binnen zonder onzekerheid u lief heb en ik weten mag dat ik een woonplaats heb bij u. Amen. Overdenk hoe je diep verbonden bent met God door Jezus Christus. Wees stil en ontdek dat niets je uit zijn hand zal wegrukken.